1,95 vierkante meter. Mooie prijs. Nou, super prijs. Ja, hier is ingebroken. Moet je eens kijken wat ze hier hebben ingebroken, Jan. Schatje, ik ben ook trots op jou. Met mijn neus gesloten, moet ik maar weer. Wow. Kijk, het heeft een effect, ze gaan meteen spelen. Lieve vrienden, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op Cooklife. Het is prachtig weer, ik sta hier met Serre. En ik sta hier met een reden, want we hebben onlangs die vlondertjes gekocht, maar we zijn erachter gekomen dat het toch niet zo'n goed idee was. Waarom niet, kan ik jullie uitleggen. Kijk, je ziet het al. Tussen die spleten gaat allerlei spulletjes zitten, want de kinderen die gaan hier knutselen en dan blijft de hele tijd blijft het ertussen zitten. En daar hadden we even geen rekening mee gehouden, want het loopt super. Het is echt lekker om overheen te lopen met je blote voeten. Maar die rotzooi onder die vlonders, dat irriteert me. En ik kan niet iedere week alles weghalen. Kijk, maar die kast die staat er bovenop. Die verschuif je niet even 1, 2, 3. De koelkast, de bank is, ja, de bank is niet zwaar, maar wel onhandig. Dus wat hadden we nou bedacht? We gaan er toch een vloerkleedje overheen leggen. Dat wilden we in het begin ook al doen over de tegels heen, maar dat zou gaan rotten. Nu liggen het toch hoger van de grond af, dus dan rotten niet zo snel. En we pakken gewoon het goedkoopste vloerkleed wat je kan krijgen. Ik geloof dat die 2 euro per vierkante meter is of zo. Dus er zou iets van 3 tientjes kwijt zijn om het hier helemaal te vullen. Dus we gaan even naar de vloerkledenhandelaar en dan gaan we even een leuk vloerkleedje uitzoeken. En dan leggen we die even hier zo mooi overheen. Nou, vloerbedekking zat. Iets uitzoeken, iets donkers. Dat wil ik wel, ik wil niets iets lichts. 1,95 voor vierkante meter. Mooie prijs. Nou, zoek maar uit. Deze gaat mee naar huis. Zie ik je lekker, schat? Ja. Bepakt en bezakt. Monale is al bezig met alles leeghalen. Dan kunnen we dadelijk gewoon even de vlonders optillen, rotsen eronder uithalen en dan gaat de vloerbedekking eroverheen. Piece of cake. Theoretisch gezien ja, maar in praktijk betekent dat deze loeizware kast heel even opzij geschoven moet worden en teruggeschoven moet worden. Ja. Hallo! Vloertje in de binnenkant. Hallo, Pakkie! Die kennen we ook meteen weg gewoon weer. Nou moet ik wel zeggen, kijk, dit is allemaal losgelaten. Door de hitte. Laat het lijm los. Moet ik even helpen, schat? Je zit eraan te trekken en te shoren. Maar misschien is het handig als de camera even opzij gooien en even je gaat helpen. Ja, hier heb ik allemaal niks aan. Pakkie is kapot. Woehoehoehoe! Hij is zwaar, hoor! Oog! Ja, landen! Het andere probleem is de tweede koelkast, die zit ook helemaal vol met drank. Die moeten we ook helemaal leeg gaan halen. Ja, ja. Auw, meteen! Lukt het, schat? Moet ik je helpen? Ben ik benieuwd hoe je zo meteen gaat snijden. Kijk op, til hem zo eruit. Op het bos. Ja, jongen. Hoi. Ja, hier is ingebroken. Moet je eens kijken wat ze hier hebben ingebroken, jong. Ze hebben alles eruit gehaald. Zie je dat? Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Dan kan je in de winter kan je hier spelen, kun je een treinbaan neerleggen of iets. Ja. En dat? Dat gaat terug. Dat gaat daar allemaal terug, maar we gaan het nou op maat snijden. Maar dat, die bankkast winters in de tuin. Dus als je zegt, wil je een treinbaan neerleggen, zet je de bank buiten in de tuin, leg je de kussen in de schuur. Ja. Een hele grote treinbaan neerleggen. Het is lekker warm in de winter. Cool hè, jong? Manaar is aan het snijden, maar ja. Gaat het goed? Net zo laat, want er komt de kast te staan. Kun je afsnijden toch ook gewoon? Ja, ja, dat is ook niet heel goed. En dit, ja, hoe heb je dit gesneden dan? Ja? Dus, en even de spinnenwebben weghalen. Ja, gewoon zo, ja. En dan... Kom maar, dit de pijnleggertjes, is dat ook zo? Okay. Recht, hè? Niet ja, scheef, hè? Ja, nee, jij kon het, zei je in de winkel. Het zijn nog hartstikke duur tapijt. 2 euro per vierkante meter. En gaat het? Ja hoor. Nou, het ziet er toch net eruit zo. Het kleurtje past ook mooi. Bij de Serre zelf ook antraciet. Schatje, ik ben ook trots op jou. Ik heb met mijn neus gesnoerd, dan moet ik het maar niet uit. Wauw! Oh, dat gaat
bijna binnen. Hij zacht op elkaar doordat hij hier los is. Ja! Ja! Oké, tillen, even. Nee, wacht. Terug. Nee. Hij gaat uit zijn fatsoen. Twee. Ja. Hop. Ja, is hij binnen? Nee, nog één keer. Is hij binnen? Ja, nog één keer. Is goed zo. Hij was al niet veel. Hij is helemaal niets meer. Kijk, er zit een hele dikke spleet zit in de midden. En dat komt tot hier. Hij open is. Hier ook. Is helemaal gebroken. Ai, zonde. Ik ga hem de achterkant dus vast hebben en hopen dat hij dan beter wordt. Probeer er nog wat van te maken. Alles kijken we van de week wel even op Marktplaats voor een tweedehands kastje. Ik wil wel een tweedehands kastje hebben staan. Dit is niet veel meer. Zonde. Steeds is een beetje meer, wordt het weer het oude paleisje. Maar dan maar dat mooi. Nog een keertje. Hi, Chad. Wat ben ik aan het doen dan? Niks? Ik heb niks gedaan. Ja, jij zijn gevallen. Lekkere vloerbedekking voor jullie. Hoe heb je dit gedaan? Ja, dat heb ik net met papa allemaal gedaan. Hoe vind je het geworden? Kijk, mama, daar heb ik hier een kleedje op gemaakt. Ja. Hier, Stella, dat is mijn mama. Het kleedje op de tafeltje daar. Mama, ik vind dat heel mooi. Ja, mama ook. Mama is er ook heel blij mee. Kunnen de kinderen tenminste lekker spelen zitten zonder dat ze pijn hebben. En vooral, er kan geen rommel onder, want jullie zijn met knutselen de hele tijd. Ik kan me wat ruimen, dat wil ik je wel vertellen. En in de tussentijd ga ik gewoon het eten heel eventjes aanzetten. Ja, aanzetten. Ik heb weer wat lekkere kipspiesjes aan voor de kinderen. Ja. Een hamburger. Ja, dat is lekker makkelijk. Een beetje saus erbij en klaar voor vandaag. Hi, Chad. Ik was heel blij dat ik kom. Hoi, hoe was het zwemmen vandaag? Leuk. Ja, kom eens kijken. Goed zo, schat. Ja. Doe je sokken dadelijk maar uit in de schoentjes. Dat is lekker. Ja. Hebben papa en mama dat niet goed gedaan? Jawel. Ben je er blij mee? Mm-hmm. Ik wel, ik ben er heel blij mee. Ik ook. Gelukkig. Hoe was je schooldag? Goed? Heb je geluisterd? Ja. Super! Goed gegeten? Ja. Hard gewerkt? Ja. Toppie, schat. Yummy, yummy. En de stofjes, en dan is het lekker klaar. Voor de kinderen hebben het makkelijk vandaag. Namelijk die eten nou zo. Ik had zo meteen even goed in de leen eten, dus ook wel eens even lekker. Alhoewel Ruben die is eventjes en die zal zo meteen nog van een stokje willen. Kijk, tegen de Telefax, ze gaan meteen spelen. Wat leuk is, hè, nieuw stuk. Heb je extra speelruimte, of niet? Niet leuk. Want zeker in de winter, als de zon schijnt, dan is hier best warm binnen. Heb je er even warm of niets nodig, kunnen kinderen hier gewoon lekker spelen. Hallo! Ik wil ook mee! Nou, dan wil ik dan mee spelen. Oh, je gaat je de olifantenverblijf maken. Nee, dit is een garage. Dit is een olifantenverblijf. Ondertussen heeft het vrouwtje lekker eten gemaakt. En zo te zien gaan we stokjes eten met kip. Ja. Yummy, yummy. De televisie staat hier ook uit. Ik was al een tijdje de bedoeling om die van het bubbelbad naar hier te halen. Niet dat die hier voor altijd blijft staan, maar nu kunnen we switchen naar deze plek. En dan naar het bubbelbad. Dus als ik mijn bubbelbad Formule 1 wil kijken of zo, ga ik daar zitten. En anders laten we gewoon hier staan voor de kinderen. Dan hebben we twee tv's. Dan kan Jason gewoon op de PlayStation. En dan kan de ander hier gewoon een filmpje kijken. Ja, dat scheelt ideaal. Ja. Nou, dat het heatertje hier op hebben. Ik denk niet dat die nodig is, die heater, die verwarming. Dat is niet nodig. En dat toch? We hebben een verwarming. Ik denk niet dat die nodig is. Weet ik wel zeker dat die daar als hier de zon op staat. Laat je hem op. De winter is het te koud, schat. Ga je niet zitten zo. Nou, ga merken. Dat is net zoals daar. In de Sahara. Bloedheet hier. Ja, hier is het altijd warm. Als hier gewoon een zon staat, een mooie winterdag. Ja, als het echt sneeuw was. Maar goed, de heater moet je dan even kijken.
Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.